Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Deze vlog wordt een beetje apart, een beetje anders. Ik weet ook niet echt precies hoe ik dit moet vertellen. Maar het begon eigenlijk gisteren al. Gisteren kreeg ik een appje van mijn oude jobcoach met de vraag: heb ik papier al opgestuurd? En nee, was het antwoord, in mei. En dat is ook de reden waarom ik deze vlog ga maken. Want ik ga niet vertellen natuurlijk welk bedrijf, welke jobcoach of wat dan ook. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Zelfs dat diegene nu terugkijkt. Maar ik wil hier wel heel graag een vlog over maken, omdat het me stilstaat. Ik sta zelf stil erbij. En het heeft nog wel een boost gegeven in mijn leven. Die brief die zat daar. Daar zo. In die la. En daar zat hij al 2 maanden. Nou, 2 maanden. Ja. Ja, maand. Een maand en eigenlijk moest het al een jaar geleden af zijn, maar nou, een half jaar geleden af zijn. Maar we hadden er allebei geen zin in om dit verleden eigenlijk opnieuw open te maken en daar een verslag van te kunnen maken. En wat is er dan zo gebeurd in die verleden? Soms werk je met mensen die die je niet allemaal zo lief vindt. En dat is niet erg, maar wees gewoon eerlijk tegen elkaar. En ik ben een eerlijk persoon. En tuurlijk, ik heb dingen gedaan wat ik ook niet mocht doen. Ik mocht niet mijn eigen bedrijf starten als ik nog ergens werkte. En dat accepteerde ik zeker. Alleen dat gedrag wat ik toonde, dat kwam ergens vandaan. En dat gedrag kwam vandaan doordat er niet genoeg werd overlegd en niet duidelijk was wat wel de bedoeling was en wat ze van tevoren hadden gezegd met mij. Welke werkzaamheden ik ook deed, ik wilde namelijk altijd duidelijk horen wat ik dan moest doen als iemand me een opdracht geeft. En ik vind het onwijs moeilijk als iemand me een opdracht geeft wat helemaal niet duidelijk was voor mij. En daar liep ik tegenaan. En als je daar tegenaan loopt, dan krijg je een jobcoach. En dan moet je, als het een goede jobcoach is, met die jobcoach in gesprek te gaan. Om zo, zo erachter te komen samen. Waar je tegenaan loopt en dat probleem dan op te lossen. Alleen het punt was, en waar het dus verkeerd is gegaan, in beide kanten, ik geef niemand de schuld hierin, is dat ik afscheid moest nemen van mijn oude jobcoach, wat ik tot de dag van vandaag, als ik daarover praat, best wel emotioneel word. Omdat die man me in alles heb gesteund en altijd achter me stond in ook alle keuzes die ik maakte. En ik ben echt niet de beste hoor met keuzes maken. Maar als ik een keuze maak, dan sta ik er zelf helemaal achter. En zei hij altijd tegen me van: maar is dat wel verstandig? Want je hebt net een vast contract en wil je dat weer inwisselen voor geen vast contract? En ik had altijd van, joh, vast contract is zo vast. Ik wil liever een avontuur aan en dat avontuur ging zeker aan. Ik ging dat avontuur met hem aan voor een half jaar, een jaartje bij mijn nieuwe werk. Toen nog mijn nieuwe werk. Nu is het mijn oude werk. En het ging onwijs goed. Iedereen wist hoe ze met mij moest omgaan.
Als er een probleempje was, kon ik altijd hem bellen, welk tijdstip het ook was. Of ik ging zijn voicemail helemaal plat bellen. En dan achteraf nog zeggen: hey, sorry wat ik net zei aan de telefoon. Dat meen ik niet. Het is alweer opgelost. En zo loste ik dat op. En hij vond alles goed. En daarom was hij ook een super goede jobcoach voor me. Hij begreep me precies wat ik bedoel. Als ik niet goed uit mijn woorden kwam, dan kon hij me weer zo laten nadenken dat ik weer op een ander vlakte denk. En daar was ik zo onwijs trots op, zo blij mee op dat moment al. En als ik achteraf terugkijk, ook heel erg blij mee. Tot de dag kwam dat de gemeente zei: we gaan helaas niet meer met deze jobcoach verder werken en wij stoppen de samenwerking. Mijn wereld stond stil. Ik wist gewoon niet hoe mijn wereld nog moest functioneren. Iemand die mijn jobcoach was, maar ook iemand die me in dik en dun ging steunen en mijn stem was als ik niet de juiste woorden kon vinden. Dat was een goede man. En die had ik nodig in mijn leven. Hij zei nog op zijn laatste dag: maar jij bent zo sterk, jij kan de wereld aan. En hij zwaaide nog voor de laatste keer naar mij. En hij verdween. Mijn leven stond stil. En ik wist gewoon niet hoe mijn leven er dan uit zou zien. En waar ik dan ging komen. En wie mijn nieuwe jobcoach ging worden. En dat ik daar weer alles moest uitleggen. Ja, sorry voor deze tranen, maar het deed zoveel pijn. Het deed me zoveel pijn dat hij weg moest en dat ze in bij mijn gemeente maar een beslissing hadden genomen en God geen idee hebben hoe mijn leven eruit zag nadat ik hem heb uitgezwaaid. Ik kreeg een nieuwe jobcoach. Daar moest ik mijn hele verleden opnieuw uitleggen. De overdracht was verkeerd gegaan, verkeerd ingelicht. Helemaal niet goed. Ik kon niet goed uit mijn woorden komen. Ik wist nog ineens hoe ik het moest vertellen. Wat er gebeurde. Hoe ik werkte. Ik moest alles vertellen in de juiste woorden. Want ja, om te communiceren heb je woorden voor nodig. Om te kunnen uiten. En dat vond ik moeilijk, lastig. En ik wist nog ineens hoe ik dat het beste kon doen. Maar ja, ik had wel een jobcoach nodig. Want de wereld in mijn eentje aan, met een werkgever die mij niet begreep, moest ik een nieuwe jobcoach hebben. Naar zo goed mogelijk dingen uitleggen, met mijn moeder nog een gesprek voeren, moest ik het vertrouwen op deze vrouw. Ze begreep me niet. Ze was niet zo goed als mijn vorige. En toen ging het ook al niet goed op mijn werk. Miscommunicaties. Ik had structuur nodig, wat ze me niet konden geven. En ze zeiden wel dat ze het gingen geven. En het is precies een jaar geleden dat ik in deze rollercoaster terecht kwam. En het raakt me echt. Je zag niet voor niks die tranen net. Ik heb hier een formulier voor me. Voor de betaling. Voor de gemeente. Die zo leuk een nieuwe jobcoach voor mij wilde regelen. Nou, achteraf was ik helemaal niet zo blij. En ze heeft me echt niet heel erg gesteund hierin. In dit allemaal. Ik weet nog ineens als ze dit filmpje terugkijkt dat ze vooral zelf gaat huilen. Of niet.
Want een ijskoud mens was het wel. Had bijna geen emoties. Deelde dat ook niet. Wou ook wel heel graag. Dus dat is ook een tip als jij jobcoach bent. En je kijkt naar dit verhaal. Wees gewoon eens eerlijk naar je cliënten. Wees nou eerlijk. Echt eerlijk. Weet je, dat is het enige wat ik nodig had. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn als jij een kutdag had. Dat je gewoon die kutdag is verteld aan mij. Dat het leven er niet zo perfect uitzag. Zoals ze zeggen dat het buiten was. Ja, ik ben ook boos. Ik ben verdrietig en ik ben boos. Want joh, jongens, wat moeten we eens een keer eerlijk zijn tegen elkaar. Dit hele gezeik wat ik nu moet tekenen, dat komt alleen maar door één ding. En daar ben ik tot de dag van vandaag nog steeds boos over. En dat is dat er niet eerlijk werd verteld wat ik nou verkeerd heb gedaan. Oké, ja, het was niet eerlijk dat ik mijn eigen bedrijf startte tijdens dat ik daar werkte. Oké, accepteer, weet je wel, prima. Maar leg het dan uit wat ik verkeerd heb gedaan. Mocht ik dat niet doen, waar stond dat dan? In welke papieren kwam dat in voort? Ik weet het niet. En ik weet het tot de dag van vandaag niet. Ik weet dat ik verkeerd zat. Mijn excuses hiervoor. Maar vertel tegen mij wat ik verkeerd heb gedaan. Want dat weet ik tot de dag van vandaag nog steeds niet. Ik heb dat formulier nu voor me liggen. Ik moet het gaan tekenen dat hun money weer in hun zak kunnen steken. En ik heb tot de dag van vandaag nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Ik teken dit dat jij en jullie weer kunnen leven van je geld. Maar mijn gevoel en mijn gedachte is: waarom zijn we nog steeds niet eerlijk naar elkaar? Ik teken dit en ik hoop dat jullie dit onwijs veel van kunnen leren van dit filmpje. Want jobcoaching, ja, ik spreek jullie aan. Wees eens eerlijk tegen je cliënt. En wees niet dat je zo kijkt van, oh, jij bent minder waardig als ik. Nee, uiteindelijk zijn we meer waardig voor iedereen. Iedereen is net zo waardig, want we zijn mensen. Dat is één ding wat we hetzelfde hebben als iedereen. Geen diploma is beter als wat. Je diploma is niet wie je bent. Een diploma is maar een papiertje. Een papiertje wat op jouw naam staat. Meer is het niet. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik ben van deze shit afgegaan. Maar ik ben er wel goed uitgekomen. En ik help elke dag deze doelgroep, jongeren met TOS, om zichtbaar te zijn, om herkenning te hebben. En het belangrijkste, dat ze niet alleen staan. Want ik ben eerlijk tegen ze. En als ze ergens mis zitten, kunnen ze bij mij kwijt. En ik hoop ook bij jou. Ik hoop dat deze vlog onwijs goed is. Duimpje omhoog als je hem super tof vindt. Delen met iedereen die jij kent in je netwerk, wie en ook. Want echt waar, gemeente of UWV of jobcoach of wie je ook bent in dit veld, wees eerlijk tegen de jongeren zelf. Want dat hebben ze verdiend. Want hun moeten ook vechten voor hun leven. Net als jij en ik. Groetjes. Later.